Floris van Tricht, je broer is er niet bij vandaag. Alles rust op jouw schouders vandaag, hè? Ja, inderdaad. Hij start morgen in Duitsland, in Münsterland. Dus ja, het gaat vandaag van mij moeten komen. Wat vind je van het parcours? Niet makkelijk, niet moeilijk, maar de wind speelt een grote rol. Goh ja, het is eigenlijk redelijk vlak. Dus ja, het is niet echt voor renners zoals mij. Maar op zich, met de wind kan het wel een zware koers worden. Dus ik hoop dat er hard wordt gereden en dat, dat er een shifting gevoerd zal worden. Meteen mee zijn is de boodschap, denk ik dan? Goh, dat weet ik niet echt, maar ik denk wel dat er stukken gaan zijn waar het op de kant kan gaan. En daar gaat wel een kwestie zijn van vooraan te zitten. Wat je broer betreft bij Quickstep, het loopt vlot, hè. Het is prachtig ook. Hè? Ja, ik denk dat hij dit jaar een heel mooi seizoen aan het rijden is. Hij heeft heel weinig steken laten vallen. Hij was altijd op de afspraak wanneer hij er moest zijn. Dus ja, een heel mooi seizoen voor hem. Voor jou volgend seizoen al? Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik volgend jaar een stap kan maken. Dus ja, we zullen het. En gesprekken? Voor een ploeg voor volgend jaar? Ja. Ik verhuis van ploeg, ja. En naar welke ploeg? Ja, ik vertrek naar het Urbano's Cycling Team, ja. Oké, succes en heel sterk vertegenwoordigd vandaag, hè? Ja, inderdaad. Dus opletten. Oké, ja, voilà. Het is aan. Dank je wel.